Hallo beste kijkers, ik heb mijn schetsboek voor de dag gehaald. Ik heb een tekeningetje gemaakt aan de hand van een voorbeeld wat van Pinterest afgehaald is. Het is een realistische stilleven fotografie. En ik heb het in mijn schetsboek hier al voorgetekend, op voorbereid papier met gesso, omdat ik de planning heb om er met olie op te gaan schilderen. En zodoende moet het een beetje voorbereid zijn, anders trek ik door het papier heen. Dus ik heb gesso gebruikt, ik heb daarna een klein beetje geschuurd en daar heb ik dus een tekening op gemaakt en ben geïnspireerd door die prachtige stilleven fotografie op Pinterest. Ik ga nu proberen om mijn eerste laag hierop te zetten. Het vlak is niet groter dan zo'n 20 bij 29 centimeter, dus het is maar een hele kleine tekening. En in dit schetsboek wat ik later zal laten zien zitten een aantal van dit soort schilderijen die ik hier heb vervaardigd. Ik ga dit ondergrond, nadat ik het nu gefixeerd heb, voorbereiden met een kleur die een middentoon heeft. Een middentoon waar ik het hele schilderij een beetje in terug kan zien komen. Dus ik ga hier wat warmte gebruiken. Appels en perzik liggen er twee. Een half open, een achter de vaas hier. En dat is vrij warm ten opzichte van het blauwe kleed hier. De bruine tafel en hier het glazen schaal. Het is een donkere glazen schaal. Er zit ook wat groen in. En we hebben hier een prachtige, ja, Oosterse theekan, denk ik, als zoiets zal het zijn. En die is vrij donker, maar ook warm. Dan komt hier vrij veel warmte in terecht. En dan